Super Luigi Galaxy is the only one just for me. When I grab the star, when I'm going to a galaxy, I'm going to go up, flying to a galaxy. Ik welkom jullie allemaal bij deze video. Goedemiddag allemaal maar weer. Met Zelda Player 20 hier. Hallo iedereen, dan ben ik weer Zelda Player 20 in mijn nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Je had 34 sterren nodig voor deze. 34, ik zit er wachten te zetten. Dat is gewoon een dubbele. Ik zit hier gewoon op een dubbele Goldleaf Galaxy. Oké, laten we er maar niet toe gaan. Hartstikke grappig. Ja, ik dacht laten we even een muzikale opening doen. Want ik kan helaas niet zeggen wat het EK gedaan heeft. Want dit is nog steeds dezelfde opname. Of het EK. Het WK. Zoals je ziet heb ik nog steeds speech problemen. Maar goed, we zitten dus op Star Bunnies in de hond. On the hunt. En... Dit level vind ik een beetje jammer. Aangezien dat ik dit level grotendeels hetzelfde level vind als Honey Hive Galaxy. Het heeft zelfs dezelfde muziek. Ik bedoel, laten we weer heel eventjes rondkijken. Luigi, laten we weer eens heel eventjes rondkijken. Je hebt daar de waterval. Je hebt daar gewoon dus zeg maar die cave normaal gesproken zitten. Daar zit nou op dit moment al geen cave. Hier heb je die gigantische boom. Je hebt hier gewoon dat hek omheen zitten. Dan zou hier dus zeg maar een... Ja, daar hebben we een soort van M. Hier hebben we nou een L. We hebben een L van Starbits. Yay! En ja, het lijkt gewoon eigenlijk gewoon Honey Hive Galaxy, maar dan in spiegelbeeld. En dat vind ik jammer, want net zoals die stenen, die vallende rollende stenen, die heb je daar ook. En Bunny! Hallo Bunny. I'm looking for blue star chips with my brothers, but we haven't found any. Oftewel, met andere vragen wil ik die eventjes gaan zoeken. Fine. Oké, dus laten we maar eens heel eventjes gaan... Come out, Blue Starships! Ja, daar komt naar te zoeken. Goed, dus we kunnen hier nou dus zeg maar naar deze secret. En dan zien we hier dus zeg maar een blauw-blue chip zitten. Maar ik serieus, laat in de reacties weten. Vinden jullie dit niet een beetje heel erg veel lijken op Honey Hive? Op die eerste Honey Newbie. Die, dat level. Weet ik veel hoe dat die heet. Het lijkt in ieder geval op dat level, laat ik het zo zeggen. Oké, nou dan moeten we hier dus heel even een ground pound op doen. En ik moet even op de schaduw letten om beter te kunnen mikken. Dat zal wel fijn zijn. Maar natuurlijk faal ik weer als een stekker. Nooit weten tot stekkers kunnen falen. Ja, ze moeten het goed doen. Oké, dus we hebben nou twee blue star chips. We hebben er nog drie te gaan. Oké. Eens even kijken. Dan zou er misschien eentje daar in die box zitten. Hey Bunny, hoe gaat ie? I can smell the star chip. Boing. Nou, als je hem kan ruiken, waarom pak je hem dan gewoon niet? Ik bedoel, je hebt een betere neus dan de normale mens. Tenminste, ja. Oké, nou, we hebben daar dus ook weer eentje gevonden. En je bent een sterf. Niet dat hij lelijk is dat hij moet sterven, maar gewoon... Hij wil mij anders aanvallen als ik een bee ben. En... Hey, bijtje! Wat heb jij te zeggen? That bunny seems to be looking for something. Ja, daar waren we al achter. Zit er ook er eentje bij de swing? De swing! Laten we maar gaan naar de swing! Swing! Oké, wat brengt hij helemaal toe? Hij brengt ons naar boven. Hallo. Where's the starship? Nou, dat weet ik niet. Ik ben zo bij de blacksmith. Oké, sorry. Ik moest heel even die Markiplier reference staan maken. Daar kon ik niks aan doen. Kijk, het zatje. Oké, dus we hebben er nog eentje te zoeken. En het nadeel is, als je er nog eentje te vinden hebt. Iedereen die weet dat. Maakt niet uit bij welke quest je zit. Als je er nog eentje te zoeken hebt. Good luck. Die zit altijd op een plek waar je hem niet verwacht. Zijn jullie terug naar boven gekomen of zo? Want dit is een irritant. Geef me even zien. Kijk. Waarom weet ik niet, maar ik wil die startchips hebben. Goed. Dan ga ik wel even bij de andere kant kijken. De swing is nice! Ja, nou ga er zelf op spelen dan. Al zou ik niet snappen hoe dat je wil swingen met een... als je een bij bent, had je gezien dat je kunt vliegen als een bij. Wee! Oké, nieuw gebied. En ja, we mogen weer de bee uithangen. Oké, nou jij ligt daar gewoon te slapen. Of je bent gewoon hartstikke dood. Nee, ik ga gewoon slapen. Hey! I'm so hungry, I could eat an Octoroct. Kom op, serieus. Die beesten zijn gewoon Octoroct. Valt gewoon niks aan. Ik bedoel, zo schieten stenen op. Je ziet er een beetje uit als een Octoroct. Dus, die beesten zijn gewoon een Octoroct. Ja. Jij kan dat niet, ik wel. Ha, 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 ha. Dat was een hele enge Tidus impression, ik weet het, sorry. Leven. En starten. Dan weet ik dat ik nog wel meer starbits nodig heb. Dus ik zal wel mijn best doen om starbits te gaan verzamelen. En als ik me niet vergis, zit de laatste blue starship bovenop die bloem.
Dank dat ik even op jou kon boosten. Vergeet niet, op die bloem kun je alleen maar staan als Brie, Luigi. Newbie. Nou, niet meer, maar goed. Is het ook hier? Nou, ik hoop het wel, Bunny. Ik bedoel, ik vind jou een gaaf... Ik vind Bunny's zijn mijn lievelingsdieren. Ik bedoel, ja, konijnen zijn gewoon mijn lievelingsdieren. Yay, ik heb hem! Nee, echt zonder ongein. Bunny's zijn mijn lievelingsdieren. En... ja, met dat heb ik eigenlijk verder niet heel te zeggen. Bunny's zijn gewoon mijn lievelingsdieren. Leuk, hè? Ja, Starbits. Nee, ik heb in de vorige afleveringen heb ik een beetje zeg maar zitten kijken. En dan merk ik gewoon dat ik niet echt veel moeite doe om alle Starbits te proberen. Of zoveel mogelijk Starbits te proberen te pakken. Terwijl dat het probleem is dat we dus veel Starbits nodig gaan hebben. Nou moeten we dus zeg maar heel voorzichtig richting het begin weer terugkomen. En dat is hier. Omdat daar dus zeg maar nou poolstars zitten. Yay voor de poolstars! Niet dat je ze echt nodig zou hebben, want je zou ze eigenlijk dus ook bijna naartoe kunnen vliegen. Swing! Dus waar gaan we naartoe? We gaan naar dit planeetje. Gezellig. Think you can catch me, boyoing? Dat lukt me leuk! Konijntje vangen weer, net zoals in de aflevering 1. Natuurlijk kan ik daar. Kom hier. Kan je. Kan dan. Je bent een kun je lekker hobbelen? Hallo? Wat zijn dat? Wat is dit? Oh, zo maken we het moeilijker voor hem. Waar is hij? Bunny. Daar ben je, Bunny. Je zat in de muur. Kom hier, Bunny. Ja, ik heb je. Boing, you got me all right then. Take this. Ach, wat lief, ik geef hem de ster. Al had ik eigenlijk liever gehad dat ik die ster gelijk had gegeven. Maar ja... ze houden nogal van spelletjes, dus ja, dan kan ik wel begrijpen waarom dat ze dan... Don't expect me to catch me easily next time. Waarom zou ik jou een volgende keer moeten pakken? Ik ben bang dat ik je dan pijn doe of zo, en ik wil jou geen pijn doen. Maar goed, we hebben een ster. Yay! Op een of andere manier ben ik daar heel erg blij om als we een ster hebben. Dus we hebben weer een ster te pakken, hè? Ik was te vroeg. En we hebben dus 69 sterren. We hebben 69 sterren en daarmee gaan we dus gelijk door naar de volgende van die 69 af te komen. Iemand die heeft nou lol. Sella, Alex. En daarom gaan we maar gelijk door naar de volgende ster. Oké, dus de volgende missie die we moeten gaan doen is getiteld. Catterquack on the skies. To the skies. Catterquack. Dat doet me een beetje denken aan die beesten van Majora's Mask. Die schildpadden. En die deden altijd kakwak. Of ja, eigenlijk meer kakwak. Dus ja, ik weet het. Ik reference best wel de laatste tijd veel naar Majora's Mask. Maar dat heeft gewoon te maken met wat bezig ik vandaag. Dus we mogen weer hier naartoe naar deze leemwereld. Ja, echt serieus. Sorry jongens, ik vind deze wereld gewoon zo leem als maar zijn kan. En dan moeten we dus naar die kakwak. En die moet ons dus eigenlijk daar naar boven schieten. Oké, prima. Hoppakee. Ja, dat was makkelijk. Dus, ik ga ervan uit dat ik geen Luigi voor hem nodig heb. Hey, kijk, wack. Wee. Ik heb wel bij voor hem nodig. Find him. Jeez. Ik weet niet, ik ben niet zo'n liefhebber van de B-vorm. Ik bedoel... dat geluid is sowieso irritant. Oké, nou even hier de Starbits oppakken. Zit daar iets in die... ja, want dit is die boom! Dit is die boom waar Luigi toen... ja, clone Luigi in zat. Dit is gewoon het exactzelfde level. Het enige verschil is dat daar geen cave zit. Oké, ja. Mijn punt is duidelijk gemaakt. Voor Starbit, wat leuk. Oké, nou. Ik zou eventjes wel alle Starbits hier gelijk meenemen. Dat is natuurlijk wel zo belangrijk. Aangezien dat ik anders weer te weinig Starbit taken heb. Sorry. Goed, dus dan gaan we op naar... Flame tot hij maar gelijk in de gaten moet houden. Sorry Wiggler, maar ik mag jou niet. Oké, dus ik neem aan dat ik hier alle Wigglers eerst moet verslaan. Gokje.
Of die... Oh, nee, ik zie het al. Ik zie het al. Kijk, kijk, kijk. Nee, niet hier. Dan ga ik nog dood door jou. Kom hier. Kijk, kom hier. Yay! Doe me een beetje denken aan die gasten van Super Mario Sunshine. Hey, mijn jongster. Tot ze je gewoon, zeg maar, bijna killen. Gemeen. Oké, dus we hebben hier Starbits. En een kijkwek. Oh, en die kijkwek die moeten we natuurlijk ergens naartoe lokken. Oké, nou, laat ik eens even kijken waar dat ik hem naartoe moet lokken. Want, lijkt me niet hier. Nee! Zo te zien dat hij... Nee, daar ben ik... Die ben ik toch... Even kijken. Kijkwek, volg. Nee. Ik weet niet, dadelijk is dat nog dodelijk. Dadelijk ga ik daar nog wat dood. Dat wil je toch niet, kijkwek? Je wil me toch niet dood hebben? Kijkwek! Oké, waarschijnlijk moet ik dat eiland daaronder dan of zo. Kijkwek, vol. Waar moet jij naartoe? Dan ben ik weer terug hier. Ik wil heel fiets proberen. Hoe niet, zeg kijkwek? Kwekwek. Oké, nou, dan ben ik dan hier. Wat is dat niet dan? Waar moet ik die kijkwek naartoe krijgen dan? Ah, hier moet hij naartoe. Kan ik dan ook niet gewoon zeggen van... bekijk het eventjes en gewoon een... Ik ga het gewoon proberen. Kom stiekem. Wee! Nee, dat werkt net niet. Nou ja, eigenlijk als je een backflip doet... Een backflip is ietsje hoger. Nee, werkt ook niet. Oké, ik heb de kwek hier nodig. Ah, kwek, waar ben je? Kwek, ik ben een kwek. Kwek, ik ben een kwek. Oh, daar ben je. Nee! Stom, blauw, stom, stinkbeest. Nee! Stop daarmee! Ik haat jou voor dat. Aas. Nou, mij mijn trucje doen. Laat mij nou. Nou, wil mijn trucje zeker niet meer werken. Tuurlijk wel. Goed. Dus die kijkwerk. Nee. Jij gaat me niet nog een keer hier raken. Kijkwerk, jij gaat me gewoon nog volgen. Kijkwerk. Volg. En als het niet is, was het... Nou, ik weet niet meer welke kant het op was. Dang. Dan ben ik helemaal gedisoriënteerd. Dankzij die kakwak. Hier het zandje op. En vanuit het zandje... Oké. Dus hier naartoe. Oh, die antigraas, waterkracht dingen zijn zo irritant. Oké. Kijkwek. Waar ben je nou? Oh, daar ben je. Nee, kijkwek, nou niet doen. Nou niet doen, stoute kijkwek. Kijkwek, kom hier. Kijkwek, kom hier en volg me. Oké, blijven volgen. Nee, niet hier. Bijna, kijkwek. Bijna, kijkwek. Ja, kom. Kind, hè. Kom maar, kijkwekje. Kind, hem lekker buiten spelen. Echt, ik vind het zo irritant om te doen. Nou. Punch me. Doe het. Dank je. Is dat nou zo moeilijk? Oké, ik neem nou aan dat de kijkwekjes hier alleen maar echt dodelijk zijn. Dus het liefst niet geraakt worden door een kijkwek hier. Dankjewel. Het liefst hier niet geraakt worden door een kijkwek. Dankjewel. Oh, dat valt eigenlijk best wel mee. Het liefst hier niet geraakt worden door een... Volgens mij heb ik het nodig om bij die ster uit te komen ofzo. Hallo, ik druk op vooruit. Luigi. Dank je. Oh, ik zie daar een ster. Is dat de ster toevallig die we moeten hebben? Goed, dus we hebben dus een bee nodig. Waarschijnlijk krijgen we die door al deze plateaus hier. Hey. Luistert. Oké, die geven we weer Starbits. Hebben jullie alleen maar Starbits? Dat is flame. Je moet een B-suit hebben. Geen A-suit, maar een B-suit. Auw. De pijn. Oh, die zit natuurlijk hier bovenop de berg. Oké. Kijk, kwek.
Zit dat ding boven op de berg? Kan je toch zo niet komen? Daar heb ik eerst die bieshoed natuurlijk voor nodig. Ik ben een beetje verbluffend, Jazz. Ik weet het, mijn audiocommentaar klapt nou gewoon in één keer dicht. Omdat ik gewoon zo erg gefocust ben op spelen. En dat is niet altijd handig. Do I mind you? Do I have to mind you about that? Nee. Maar, ik vind het wel lachen dat je dan zeg maar allemaal van die kleine planeetjes bezoekt. En ik krijg heel vaak te horen van, wat voor levels vind je dan niet irritant? En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dit soort levels vind ik eigenlijk best wel grappig om te doen. Nou, je hebt daar de crackwack. Wat zit hier? Daar zit waar we zijn begonnen. Hier zit waar we zijn begonnen. Ik zou toch echt zeggen dat we hier echt een B-vorm nodig hebben ofzo? De kinderen sprongen er toen in. Oh, kijk, er zit daar nog zo'n melootje. Ik kan die melootjes verslaan ofzo. Een melootje. Nee? Huh? Alsof dat je het blind speelt, echt hè? Dus, oh mijn god zeg. Oh, daar. Daar zit iets. Hier. Hier zit een bieshoed. Ah, heb eens. Oké, en nou moet ik jou dus hier naartoe lokken. Komt u maar. De kijkwerklokker van Canary das Prietjes. Oké, en nou ben ik dus hierboven. En als ik hierboven ben, dan kan ik hier naartoe. En dan kan ik die wikkeler een oplawaai geven. Denk ik. Oké. Sneaky, tricky, dicky spelletje. Je bent een beetje sneaky. Kijk, en dan komen die beesten me aanvallen, hè. Sommige mensen zijn ze. Nee. Nee, dit duurt veel te lang. Nee, dit doe je me niet aan. Nee. Ja, ik ben wel weer terug als ik daarboven ben, want dit gaat weer even een half uur duren. Goed, ik ben hier weer boven. En om heel eventjes iets grappigs te laten zien. We zijn dus zeg maar onder... Ja, we staan eigenlijk op z'n kop, want dat eiland staat nou zo. Of hij staat recht van dat ding dat staat. En je ziet al die stenen zie je gewoon echt vallen. Alsof dat ding gewoon aan het zijn behoefte aan het doen is. Laat ik het daarop houden. Dat ziet er eigenlijk best wel fout uit. Maar goed, buiten dat, laten we maar naar die ster toe brengen. Want dat is eigenlijk de locatie waar we dus naartoe willen gaan. Dus we gaan gewoon naar voren toe. En dit is eigenlijk best wel raar in verschillende zwaartekrachten om ons zeg maar zo te platformen. Maar ja, met B kun je hoeveren en krijg je zo de ster te pakken. En hebben dus niks te vrezen. Met dat hebben we dus weer een ster te pakken. En ik weet het, maar weer 2 sterren in 1 aflevering. Maar ja, deze levels zijn nog lang. Of ik faal gewoon veel te veel. Laten we het daar maar gewoon op houden. Daar kan ik ook weinig aan doen. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Hebben een leukste momentje. Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Dat geeft heel veel goede motivatie. Nogmaals, ik reageer niet op alle reacties. Maar ik lees ze wel. En ja, als er echt een vraag is, dan probeer ik daar natuurlijk ook op te antwoorden. Al moet ik zeggen dat er pas geleden een Q&A is geweest. En morgen komen daar waarschijnlijk de antwoorden voor. Dus wacht nog heel eventjes met vragen die waarschijnlijk al in de Q&A video zijn geweest om dubbele vragen te voorkomen. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie, dat jullie genoten hebben van deze aflevering. En ik hoop jullie natuurlijk weer te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Ondertussen ben ik hier aan het klooien met de Wiimote, maar dat maakt niet uit. Ik dank jullie voor het kijken. Nogmaals, dat blijf ik 300 keer zeggen op het einde van de video. Maakt niet uit. Tot de volgende keer. Doei!